Professioneel in de waterveiligheid hebben we het graag een beetje saai. Of in ieder geval niet al te spannend. Dan is dat continu in controle zijn toch wel iets wat wij nastreven. En ik presenteer jullie het voornemen van Rijkswaterstaat om een digitale tweeling te gaan maken van een dijkvak van een van onze kanalen. Een voorspellende digitale tweeling met als doel om via het monitoren van het gedrag van die kering beter te leren kennen. En we denken dan dat we een betrouwbare beeld van de actuele sterkte van die kering kunnen krijgen. En dat we daar dus inderdaad continu inzicht in hebben. En dat we daarmee ook beter weten tijdens extreme situaties of het fout kan gaan. En of we noodmaatregelen moeten gaan treffen en welke noodmaatregelen dan en waar dan. En tenslotte denken we ook bij eventuele aantastingen beter te kunnen inschatten hoe gevaarlijk ze zijn. En hoe snel we dan onderhoud moeten gaan uitvoeren. Dus daar ga ik wat over vertellen. En voor een publiek als jullie vandaag hoef ik natuurlijk niet te benadrukken dat wij in Nederland voor grote delen van ons land de bewoonbaarheid afhankelijk zijn van de bescherming tegen overstromingen door dijken. En dat we die 17.000 kilometer aan primaire en regionale keringen frequent aan het inspecteren zijn, aan het beheren, aan het onderhouden. Af en toe toetsen we ze en soms moeten we ze dan ook nog versterken. Daar zijn we heel druk mee en toch gaat het soms fout. Hè. Dit was in Wilnis. Droge zomer, 's avonds lopen er nog mensen op de dijk, die hebben klaarblijkelijk niets gezien of niets wat de reden was om te alarmeren. En 's avonds brak de dijk al door. Nou ja, recent, afgelopen zomer, is Reewijk doorgebroken. En dit is een andere film, dit is een filmpje. Als het goed is, kun je gestart worden. Geen YouTube, dus dit scheelt dit is de Leendert de Boerpolder, de bezwijktest die we daar ondertussen alweer een jaar of 7 geleden hebben gedaan. En je ziet hier ook hoe snel deze dijk doorbreekt. Want eigenlijk is dat een beetje de moraal van het verhaal, hè, van en Wilnis en Reewijk en deze Leendert de Boerpolder. Dat het bezwijken van zo'n dijk, in dit geval dan weliswaar door een macrostabiliteitsverlies, dat is gewoon heel snel. En zie dan nog maar eens maatregelen te treffen, hè, als je moet wachten op de eerste faalverschijnselen. Dat is gewoon niet haalbaar. Maar het goede nieuws is vervolgens wel dat die proef bij de Leendert de Boerpolder, dat we dat doorbreken van die dijk, dat konden we heel goed voorspellen. We wisten precies bij welke waterstand en de dijk zou gaan bezwijken. We konden ook het glijvlak heel goed voorspellen. Dus hebben we wel vrij veel vertrouwen in de fysica dat we het goed kunnen uitrekenen. Maar ja, dat konden we voor wat misschien wel het best bekende dwarsprofiel van Nederland was. We hadden heel veel grondonderzoek gedaan, we hadden heel veel monitoring uitgevoerd, we waren continu aan het meten, dus we kenden deze dijk heel goed. Met andere woorden, je kunt zo'n dijkdoorbraak, of doorbraak heb ik net ook geleerd, wel voorspellen als je die dijk maar heel goed kent. Nou ja, en dan in de praktijk zie je dat we het... Oh, nou gaat hij, had ik mezelf laten starten, sorry. Dat kon ik zelf dus eigenlijk. In de praktijk moeten we toch heel veel kenmerken van zo'n dijk schematiseren. Boringen, sonderingen, maken we een lengteprofiel van, tekenen bodemopbouwen van. We voeren laboratoriumproeven uit op hele kleine monsters. En daarmee kennen we de sterkte-eigenschappen toe aan hele grondlagen. En we doen allerlei lokale metingen van de waterspanningen. En die extrapoleren we dan naar die hoogwatersituatie om dan daarmee de berekeningen te kunnen gaan uitvoeren. Nou, dat schematiseren, dat kent onzekerheden. Daar houden we ook rekening mee. Soms doen we dat conservatief, dan krijg je een hele lage veiligheid. En soms doen we dat iets te optimistisch. Maar in ieder geval, we gaan schematiseren, we maken berekeningen en dan krijgen we een beeld van de sterkte van de dijk. En dat is dan een berekende sterkte, vaak tweedimensionaal, en dat noemen we ook wel eens het binnenbeeld. Maar dat binnenbeeld kent dus bepaalde onzekerheden. Nou, ondertussen, buiten, vertoont die kering de hele tijd een bepaald gedrag. He, ofwel in de tijd, je ziet allerlei settingen, maaivaldalingen, noem maar op. Maar ook tijdens bijzondere situaties, hoogwater of droogte of extreme neerslag, zie je toch al wel dat zo'n dijk verandert. Ik heb net het woord ademen ook gehoord, maar je ziet een reactie van die dijk op alles wat die meemaakt. En dan is het nuttig om te kunnen controleren of dat gedrag past bij die schematisering die je hebt toegepast. He, en of dat inderdaad bij elkaar klopt. En dan kun je je aanname controleren, dan kun je de dijk veel beter leren kennen. Nou, en je kunt dus ook dan vervolgens die schematisering zo nodig aanpassen om inderdaad dat betrouwbaardere beeld te gaan krijgen van de veiligheid. Ik heb 3 voorbeelden van wat ik zelf, in plekken die ik zelf heb gedaan, het wel nuttig vond om te monitoren. Dit is een plaatje van kruindaling bij een anonieme dijk.
En als je hier zou denken dat het een homogene bodemopbouw is, dan zie je toch al die rode stipjes die duiden op een hele hoge snelheid van de kruindaling, groene wat minder. Dat geeft toch aan om te denken dat er iets in de ondergrond anders is in deze twee vakken. Je weet niet meteen wat er aan de hand is, maar je weet wel dat er een grens is en daar zou je grondonderzoek goed op kunnen inrichten. En dan kun je dus je bodemopbouw gaan verfijnen. En in een ultieme wereld zou je misschien zo'n mooi model kunnen krijgen. Dit is van een onderzoek bij de Sterke Lekdijk, ja, is dit gemaakt. Nou, een andere test die we doen, STOA Rijkswaterstaat en onder andere Miramap samen, is het scannen vanuit het satelliet van de vochtigheid van de dijk. In principe gericht op de droogte, maar tegenovergestelde van de droogte is natte plekken. En je krijgt zo een heel mooi vlakdekkend beeld van waar is het in ieder geval anders dan in de omgeving. En zou je ofwel meteen kunnen weten, is het er droger of is het er natter? Maar zou je tenminste kunnen gaan kijken, is het reden om op bepaalde plekken te gaan inspecteren? En juist dat vlakdekkende heeft wel heel veel meerwaarde ten opzichte van pijlbuizen. Dat is toch vaak een heel lokale kenmerk. Dus dat vlakdekkende, dat is wel fijn. Nou, laatste plaatje, dit zijn metingen van de stijghoogte bij een zeedijk. Mazzel dat daar natuurlijk de waterstand inderdaad de hele tijd varieert. En dit zijn voor de 20 hoogste waterstanden in het hele stormseizoen weergegeven hoe de grondwaterstand op de Y-as mee varieert met een stijging van de zeewaterstand. En je ziet dat steeds ongeveer dezelfde hellingshoek is, dezelfde respons. Hier heb ik dat in een ander figuurtje uitgezet. En dan zie je ook dat ongeacht tot hoe hoog de zeewaterstand steeg, dat die respons op die zeewaterstandsverandering zo'n beetje continu hetzelfde is. Nou ja, daarmee kun je natuurlijk heel goed gaan schematiseren. Minder onzekerheden, kun je een betrouwbaar beeld krijgen van hoe veilig je dijk is. Maar goed, dat is dan allemaal mooi over het steeds beter leren kennen van je dijk. Maar ondertussen wordt die dijk buiten ook de hele tijd aangetast. Het maaiveld kan bijvoorbeeld dalen, voorlanden kunnen eroderen, kunnen dieren in gaan graven. Daar gaat het vanmiddag ook nog eventjes over. En bijvoorbeeld dat plaatje net van die stijghoogterespons. Als je dan monitort en je ziet dat die respons begint toe te nemen, dan is er klaarblijkelijk iets aan het veranderen in je voorland. En dat zou reden moeten zijn om daar te gaan inspecteren. In ieder geval is de situatie van je veiligheid aan het veranderen. Dus het is niet alleen nuttig om de dijk beter te leren kennen, om daarvoor te monitoren, maar ook om continu te kijken van in welke mate is die aangetast aan het worden. Buiten. En dat vergelijken van het binnenbeeld en het buitenbeeld, dat is wel een belangrijke voorwaarde om echt toegevoegde waarde te hebben aan zo'n digitale tweeling. Nou ja, en dat vergelijken, dat vergeet ik nog te zeggen, aantasting inderdaad, inspecteren. Marjan, ik zie jou zitten en ik denk, ik wou iets over inspecteren gaan zeggen, maar juist vanwege die aantastingen is het belangrijk om de dijk ook goed te blijven inspecteren. En dan met die inspectieresultaten, dat beeld van buiten, om daarmee je binnenbeeld weer te gaan vergelijken. Nou, en dan wou ik gaan zeggen dat je daar een goed digitaal model voor moet gaan hebben. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Hè? Want in zekere zin kun je zeggen, is elk spreadsheetje waar je een regel invult, is ook al een digitaal model. Maar wij denken echt aan een 3D-model waarin je heel goed alles kunt weergeven. En ook al je schematisering en dus ook constant met al die monitoring die je doet, kunt gaan kijken, passen die twee beelden wel bij elkaar. En voor de eerste denken we dat we daarmee een nauwkeurige beeld krijgen van de sterkte van de dijk, een betrouwbaar beeld van de veiligheid. Maar je kunt natuurlijk met dat inzicht ook beter gaan voorspellen of er iets fout zou kunnen gaan bij een naderende extreme situatie. Op het moment dat je fragility curves zou maken, of kwetsbaarheidscurves is dan misschien een vertaling daarvan. Hè. Dit is zo'n voorbeeld. De faalkans gegeven een bepaald niveau van de freatische lijn. Stel je weet hoe de grondwaterstand in het dijklichaam reageert op neerslag. Je weet wat de neerslagsverwachting is. Je kunt eigenlijk extrapoleren wat je er nog bij denkt te krijgen aan grondwaterstandstijging. En je kunt zo aflezen wat de faalkans gaat worden voor dit specifieke dijkvak. En met die monitoring kun je aan de ene kant zekerder weten dat die fragility curve klopt. Maar kun je ook beter leren of beter weten of die reactie op die grondwaterstand wel klopt. En daarmee kun je ook zo'n fragility curve steeds beter gaan aanpassen.
En waar we ook wel toegevoegde waarden zitten, ik noemde het al van die aantastingen. Nou, niet elke aantasting is meteen reden om naar buiten te gaan en heel urgent herstelmaatregelen te gaan uitvoeren. Het zou natuurlijk mooi zijn dat je dan een deterioration curve, om maar de Engelse woorden door te zetten, maar dat je van al die verschillende vormen van aantastingen weet hoe kwetsbaar je dijk daarvoor is. En dat je gegeven de mate van degradatie weet hoeveel neemt de stabiliteitsfactor af of de veiligheidsfactor. En is het inderdaad ernstig? Moet ik meteen naar buiten? Of kan ik even wachten tot de volgende onderhoudsronde? Om een concreet voorbeeld te noemen. Maaiveldaling is typisch iets waardoor de stabiliteit van een dijk ook afneemt. Nou ja, stel dat je weet dat bij 10 centimeter maaiveldaling in het achterland het een beetje kritiek begint te worden. En je weet dat die 10 centimeter maaiveldaling ongeveer 10 jaar duurt. Bij 1 centimeter per jaar. Dan weet je ook dat je binnen 10 jaar dit onderzoek uitgevoerd of dit onderhoud uitgevoerd zou moeten hebben. Dus je kunt met dit soort inzichten ook heel goed je onderhoud plannen. Echt risicogestuurd plannen van je onderhoud. Wat ik zei, dat is een heel belangrijke bouwsteen voor dat risicogestuurde, of het echt invullen van dat risicogestuurde karakter van je onderhoud. Goed, als ik het dan samenvat, nog twee sheets. Oscar, volgens mij doe ik het ontzettend goed. Ik sta het ook niet helemaal af te raffelen, maar doe mijn best voor je. Ik had heel veel kunnen vertellen over die voorbeelden, maar de boodschap is al overgekomen, denk ik. En als ik het dan een beetje samenvat, dan ziet Rijkswaterstaat dus heel veel voordelen in het hebben van zo'n digitale tweeling. We denken dat we met de integratie van zeg maar, de schematisaties en al die berekeningen, of zeg maar het binnenbeeld, dat integreren met al die resultaten van inspecties en monitoringen, dat buitenbeeld, dat we daarmee de kering veel beter gaan leren kennen. En we willen dat inzicht dan gaan gebruiken voor het nauwkeurige toetsen en beoordelen. Om ook tijdig te kunnen gaan beslissen of we noodmaatregelen moeten gaan treffen, of het kritiek kan gaan worden in geval van extreme situaties. En we denken dus ook al ons beheer en onderhoud daar risicogestuurd mee te kunnen gaan plannen. En we denken dat zo'n digitale tweeling, of eigenlijk een voorspellende digitale tweeling, een goede mogelijkheid is voor die integratie van dat binnenbeeld en dat buitenbeeld. Met een mooie ruimtelijke driedimensionale presentatie daarvan. En we zien daar wel een aantal componenten bij. Hè. Het is niet alleen maar leuk om een 3D-modelletje te maken, maar het gaat en om het modelleren en het kunnen maken van berekeningen. Misschien ook wel 3D, wat je bij piping nu al steeds meer ziet, dat er echt met hydrologische regionale modellen wordt gerekend. Je moet het kunnen monitoren en je hebt de intelligentie nodig om ook constant die vergelijkingen te gaan maken. En past alles wat ik buiten waarneem wel bij het beeld wat ik binnen had van de dijk? Stemt het gedrag overeen en moet ik iets gaan aanpassen? Nou, gegeven al die voordelen die we daarin zien, is Rijkswaterstaat dus voornemens om zo'n voorspellende digitale tweeling te gaan maken voor een representatief dijkvak van een van onze kanalen. Nou, en het idee bij die tweeling is dus een ruimtelijk 3D-beeld, regelmatig actualiseren met alle monitoringsresultaten en ook dan continu kunnen doorrekenen, of semi-continu, wat zegt dit over de veiligheid en hoe goed kennen we onze dijken nu eigenlijk. En dan tot slot, dat doen we niet helemaal zomaar spontaan. Er is een groot landelijk investeringsvoorstel om een nationale digitale tweeling te maken van de fysieke leefomgeving. Dat is een investeringsvoorstel van Geonovum en die willen binnen dat voorstel 10 field labs honoreren. En Rijkswaterstaat doet dus mee met zo'n field lab en dat zou dan een field lab van een waterkering moeten gaan worden. We gaan dat dan uitvoeren binnen ons zogenaamde keringen programma Rijkskeringen, PRK, een bekende afkorting van een ondemocratisch land in Azië, maar nu is het ons programma Rijkskeringen. Dus binnen dat programma willen we het gaan uitvoeren. En ik vind benadrukken, het is niet iets dat we exclusief des Rijkswaterstaat zien. We staan open voor participatie van andere partijen. Er zijn nog gesprekken met de STOA geweest om ook waterschappen te laten meedoen. Het waterschapshuis en het informatiehuis. Maar soms ga je alleen even sneller, dus we hebben heel snel dit voorstel gemaakt om binnen dat investeringsvoorstel mee te kunnen doen, maar het is nadrukkelijk niet een gesloten voorstel. We staan open voor participatie van andere beheerders. En het is dus echt een ontwikkeld project. Je kunt niet zeggen dat je op de markt zegt, geeft u mij maar een digitale tweeling. Dus het wordt vooral een ontdekkingstocht met allerlei marktpartijen, hoe we dit allemaal kunnen gaan samenbrengen.
En dan als stand van zaken, want het klinkt wel heel mooi het voornemen, we moeten nog beginnen. Het projectteam is in oprichting. Rijkswaterstaat heeft al wel besloten dat ook als wij niet gehonoreerd worden als fieldlab binnen dat grote voorstel, dat we het zelf gaan doen, want we zien die voordelen echt wel, dus dan gaan we het sowieso zelf financieren. Maar het projectteam is in oprichting en de vacature voor de projectleider staat nog open. Dus als jullie wel van baan willen veranderen, maar niet in Antwerpen willen gaan werken, Arne, sorry, dan mag je daar nog even koffie komen drinken bij mij en dan praten we daar even over verder. En ik zeg dat met een knipoog trouwens. Goed. Dat was de snelste variant die je kon doen, Oscar. Nou, geweldig. Dankjewel, Henk. Ik had niet bedacht dat de voorkennisdag ook een banenmarkt ging worden. Maar goed. Ja, dan moeten we stoppen ook, anders wordt het de hele dag van dit. Precies. Een vraag uit de zaal. Ik had zelf jou aanhorende. Ik ben zeg maar de laatste maanden van mijn werk bij Delfland ben ik gegevenseigenaar geweest. Een van de problemen waar je natuurlijk vooral tegenaan loopt van hoeveel gegevens heb je nodig en hoe krijg je al die gegevens bij elkaar? Hoeveel tijd gaat het kosten om je beheerregister in ieder geval voor waterschap op orde te krijgen? Heb je enig idee hoeveel tijd hiermee gemoeid is om zo'n digitaal tweeling te maken? Alleen al voor zo'n proefstukje, laat staan van heel Nederland. Ja, ik heb geen idee, joh. Dat is, het is, maar dat gaat, ik zit helemaal niet in de technologieachtige dingen. Ik weet wel wat van Dijken, tenminste dat denk ik. Ik heb geen idee hoeveel werk het is. Dus dat wordt ook echt allemaal ontdekken. En wat wel belangrijk is, hè, want ik pleit er niet voor dat wij voor elke dijk met alle respect, lullig kenmerkje moeten gaan monitoren en continu in de gaten moeten gaan houden. We hebben bij Rijkswaterstaat één dijk die is heel erg hoog en die is alleen maar stabiel zolang die droog is. Op het moment dat die nat begint te worden, komt de stabiliteit in het gevaar. Nou, dat is typisch van dijk. Dan ga ik alleen maar de grondwaterstand meten. Ik bedoel, de rest, dus het is ook wel het van tevoren al weten waar is de dijk kwetsbaar voor. Dat vraagt dan wel wat nodig inzicht. En dan kun je het wel specifieker maken. En dan hoef je dus niet iets megalomaans te gaan bouwen voor elke stukje dijk. Nou, ik stel voor. Ja, alleen. Actief. Dus ik zag al wat linkjes, maar misschien moeten we die maar gewoon leggen. Dan zal ik. Ja. Nou, ik weet dat er zijn al iets van 10 verschillende initiatieven. Ik moet zeggen, wij praten al een jaar over dit voorstel ook. Dus dat helpt ook niet in hoe actueel je dan bent. Het is wel heel vaak, het woord digitaal tweeling wordt wel heel vaak gebruikt voor soms een heel klein aspectje. Of soms voor het maken van een ondergrondmodel. Hè. Dat zag je ook al van die sterke lekdijk. Daar loopt ook een groter project. Dat is gegenereerd vanuit NWO. Dus maken van een ondergrondtweeling is een project wat ik wel ken dat Deltares doet. Maar wij proberen nu echt het complete plaatje te gaan maken. Daar ken ik alleen voorbeelden van uit stuwdammen. Het klinkt een beetje raar, maar stuwdammen die worden niet elke 6 jaar doorgerekend. En verder doen ze niks al die tijd. Dus die zitten juist vol met sensoren en worden continu gemonitord van wat is er aan het veranderen. Dus daar ken ik vooral de toepassingen van. Dus. Ja, het is ook niet helemaal mijn vakgebied, maar ik hoorde digitale tweeling en ik zag een link. Maar ondergrond komt me heel bekend voor, inderdaad. Ja, ja. Ik stel voor, Henk, dat je, nou ja, als je een stap verder bent, dat je hier bij de kennisdag komt vertellen of je een beetje meer in controle bent gekomen. Professioneel dan. Ja, dankjewel.